Oh, daar is een dood in het park gevonden. Ik zeg dat ze stonden. Ik vond ze zo'n man. Bobby Fuller. Hi, Bobby de Lol. Nog steeds aan het schippen. Lekker heen en weer. Nog steeds moeten we de generator op de achtergrond. En dat is inderdaad het belangrijkste. Wat hoort bij de zee uitzending? Dat is aan de generator lekker. Meneer Nico was natuurlijk in Nederland een veel beluisterd gezonder, maar met name in België. In België leeft meneer Nico nog steeds, en ik heb de afgelopen 20 jaar nauwelijks bij contact hebben gehad. De sessie van gisteren is van de Radio Magdalena, zo aangeschoven in de studio. Sessie, dat leeft zo ontzettend dat jullie nog de dagen als nu georganiseerd zijn door Radio Magdalena, ook in België organiseren. Ja, precies. We hebben een nationale zesdag georganiseerd, dat was in februari. En iedereen doet me van, ja, kan je dat ook eens doen? Ik zeg, ja, heel graag. En toen heb ik het Maar ja, of ik trouwens op dit moment gewoon een paar jaar aan de vakantie. Dat klopt. En dat is natuurlijk druk. Het gaat door. Ik heb nog heel erg op gezien. Dus ik zou het heel even, want iedereen heeft het opgekeken. Ik zou het voorstellen van de zesdag. En de uitzending die gaan we presenteren van de Oost-Europese kenmerken en standaardkans en gezondheidsverzekeringen. En dat is voor de heer Jacobs die van de Berg, die straks ook voor de departement de Oost-Europese kenmerken van de Say goodbye again, maar het is toch zo blijvend voor je. Deze van de Walker Brothers, there's no regrets and there's no tears goodbye. Sinds gistermiddag heb ik de uitzendingen van Muziek uit Zee van Radio Uniek en OKFM kunnen volgen. En dan heb ik Pieter Kosteling alles voorbij horen komen met teams. En ik vind het opvallend dat alle radiostations die plaat krijgen als dat het goede plaat is. Bij Veronica worden van wat bij Noordzee, bijvoorbeeld mij als het nog een echte Caroline heeft. Ja, ik ook, ja. Normaal geen Noordzee. Ik was tegen Rico Radio. Ik was tegen Rico Radio. Ik was tegen Rico Radio. Ik was Ik zie dat de laatste voor die persoon, 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 die persoon,
naam is Jacob. Ja, dat is een
was de laatste uur al. Lang zo'n laatste uur. We gaan het gewoon een proef maken. We hebben nieuwe gasten. Hans Hoogloorn, van Hoogsluiten. Radio Noordzee. Buiten is het hoeveel graden? Buiten is het 16 graden. Buiten is 16 graden en ik wind er ook nu mijn pijn. Hij is leuk. Hij gaat ook even. We hebben ook zelf een zon met dezelfde kamer, dus je moet zorgen dat alles in orde is. Ja, en
ja, af en toe waren we over het weer te horen in elkaar zetten. Ja, dat was een blokje. Heerlijk. Zouden we dat hier ook? We hadden een heel goede kok, dus het eten was ook goed en dan was je vanzelf weer erbij gesteld. Dit is de suite, 16 minuten over 5, rechtstreeks vanaf de Noordzee, muziek uit zee. Oké, FM, we gaan alle grote ontvangen, ook binnen voor 15 uur een dag. Tell me, is it really true? Ik kan hier wel heel bijzondere gasten deze dag vol zee zitten en hebben jullie zo'n doel met technologie. Waarom was dat in de buurt dan? Weet je wel? Een beetje lekker te genieten. Als ze zijn wordt er zo modern tegenwoordig. Die speakers toch nog iets verder weg moeten dat? Ja, ik denk het ook. Nee, de speler wat zachter. Die wat zachter of zo? Ja, hij staat nu naar binnen gericht. Nou kan het helemaal gezellig worden. Speler wat zachter. Stekken we de stekker er even bij. Speler wat zachter. Oh, wat doet. Veler zachter. Hoe is het allemaal begonnen? Dat zegt u van, nou, er is een dubbel CD van. Je langzaam harder gezet. Nee, want wij waren de selecte beluisterd door de hele Nederland. Oh ja? Wat waren er van gemeten? Nou, hoe vindt u nou om vandaag hier te zijn, zo gezegd van, we zitten weer een beetje tussen de dieselolie, de zee, wat eerlijk moet ik beginnen dat ik zei tegen de gang, ik heb er niet gedaan, want het is nogal moeilijk overstappen. We zijn flauwekul, ja, moe hoor. Met hele zware dingen moeten overstappen. Maar weet je, het fijn is, het is net een groot feest hier. Alleen een beetje op de telefoon. Hou mijn pul! Mocht vroeger ook niet. Ik zie zo weinig vrouwen. We hebben altijd bij vrouwen. Vrouwen doen het op de show. Als je alleen naar zit, is het goed. Ja, maar dat heeft ook met de sfeer aan te maken. En u heeft dat de laatste tijd bij redelijk ook vast aan. Ja, ik. Maar dit is een hele slechte surrogaatgeval. Ja, ik bedoelde op een stok, maar u heeft mij wel eens bekend dat u per ongeluk, net als Michael Jackson en Stevie Wonder, nou, wel eens houvast zoek aan dames. Maar dat doe ik altijd op een keurige manier aan de achterkant. Niet wat jullie denken, maar dat doe ik wel. Of ze naar zo'n knopje hebben zitten met de achterstraat in die twee. Ja, ik vind het een fantastische dag. Want ik zou eigenlijk wel willen blijven ook. Nou, dat kunnen we regelen. Ja? En laten we zeggen, we blijven hier op dit schip. We zetten er een zender op, zou u weer meedoen? Natuurlijk. En gewoon weer geld investeren? Alles wat u heeft? Zonder geld? Nee, nou, ik heb niet zoveel. Dan geef ik jullie iets op mijn testament. Ik heb al 100 mensen in het testament genoemd. En zijn heel blij. Nee, nou, wees voorzichtig, maar je moet misschien blijven betalen. Ik ben zo blij dat ik op tijd in Rijk geweest heb. En dan kreeg ik allemaal mensen en die wilden voor mij gaan beleggen. Ik heb dat meegedaan. Ik ben zo blij dat ik kwijt ben geraakt. Ik krijg nu nog steeds zo'n ding van de inkomstenbelasting, geloof ik. Geld terug. Ik weet niet hoeveel. Ik zet allemaal schuine streken. En er staat in AOW ingehouden zoveel loonbelasting. En ik ben klaar, hè. En dan moet ik nog allemaal meer dingen invullen. En dan ga ik naar die inspecteur. Ik zeg, meneer, kan ik een eenvoudige manier? Nee, meneer, want u hoort nog bij de Rijk. Nou, die man die begrijpt het als ik. Applaus! U bent de grootste, u bent voor mij een vriend van het hele leven. Dan krijg je die man terug, weet je niet waarom. Ik zeg, u bent de enige die vanaf mijn 16e jaar toen ik geld verdiende, elk jaar schrijft. Ja, en ik krijg nog 7 van die dingen in zo'n blauwe envelop. En daar ben ik zo trots op, want ik hoef niks in te vullen, staat er al. AOW, ingehouden, weet je dat? Ja, is er al vanaf. Ik heb niet zoveel nodig. Nee, maar u houdt genoeg in ieder geval over. Heeft u nog één laatste woord voor al die mensen die de zeezenders en wat er vroeger allemaal op die schepen gebeurt, een warm hart toedragen?
vragen, want er zijn er vele fans om ons heen. Het leeft nog steeds, wat vindt u dan? Jongens, het kan ook niet meer. De zee die geeft zoveel inspiratie. Dat je alles gewoon wat je nu doet. Of je halve zoop en je hebt niets gedronken. Het kost allemaal geen cent. Of je hebt het mooiste wat er is. Ik zou graag willen dat er een smerig van. Dat hij nog een keer van zijn anker sloeg. Ja, alleen het gaat niet wel keren. Ik ben het boek. Het blijft een beslag. Dat is toch goed. Ik kan nog iets zien. Het valt me wel tegen dat ze werken. Wat is het mooie moord van schip? Anders krijg je herrie. Je begrijpt wat we doen. Ik wil dat. Ja, jongens, oké! Ja, dat is een goede.